Hallo allemaal, mijn naam is Lisa, ik ben 23 jaar. Ik woon samen met mijn vriend in Poldijk, net onder Den Haag. En ik ben een van de 8 kandidaten van Knipster. Ik heb mij opgegeven voor Knipster omdat ik het heel leuk vind om te naaien. Ik naai al best wel lang. Ik heb leren naaien van mijn oma. En dat heb ik geleerd toen ik nog op de lagere school zat. Mocht ik voor het eerst achter de naaimachine. Dus ik denk dat ik toen een jaar of 10, 11 was. En eigenlijk ben ik steeds meer gaan naaien. Toen ik 15 was, heb ik mijn eerste naaimachine gekregen. Dat is deze naaimachine. Die is ondertussen dus ook best wel een aantal jaartjes oud. En eigenlijk de afgelopen 2 jaar ben ik juist weer heel veel gaan naaien. En het is voor mij echt een beetje een uitlaatklep. Ik studeer nog. Ik ben bezig met het schrijven van mijn scriptie voor een hbo-opleiding Media Entertainment Management. Ik ga jullie even laten zien waar ik normaal alles maak. Ik heb geen aparte kamer in huis waar ik al mijn naaispullen kwijt kan, helaas. Dus ik heb tijdelijk beslag genomen van onze achterkamer. Dat was onze eettafel. Daar wordt dus de komende tijd niet meer aan gegeten. En ik heb hier eigenlijk alles staan wat ik nodig heb om kleding te maken. Ik heb mijn naaimachine hier staan. En daarnaast heb ik een lokmachine staan. Een lokmachine heb ik vorig jaar aangeschaft. Toen had ik daar wat financiële ruimte voor. En ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Want ik maak er echt heel veel gebruik van. Ik heb nu wel zoiets van, nou, de naaimachine die ik heb is nu ook wel echt aan vervanging toe. Hij is heel basis. Je kan er in principe alles mee, maar je merkt wel met meerdere lagen stof dat je toch wel een beetje tegen de limieten van je naaimachine aanloopt. Hij heeft niet zoveel functies. Maar hij doet het. Ik heb een vrij grote tafel waar ik op kan werken. Normaal ligt hier dan ook het project en een stuk stof, maar die heb ik voor nu voor het filmpje even weggehaald. En daarachter is een kastje. En wat wel heel leuk om te laten zien is dat ik de oude kist van mijn oma heb geërfd. Allebei mijn oma's konden heel goed naaien. Van mijn ene oma heb ik het geleerd. En van de ander heb ik heel veel geërfd. Heel veel spullen geërfd. Dus ik heb van haar de oude naaikisten. Ik heb bakken vol met oude knopen. En dat is onwijs gaaf. Dus als ik knopen nodig heb, ga ik meestal ook eerst in alle bakken zoeken die ik heb. En dan vind ik heel vaak wel wat ik nodig heb. En dan aan de andere kant van de tafel heb ik nog een paspop staan. Dat is ook gewoon een hele basis paspop. Het is geen paspop die echt bedoeld is om kleding mee te maken. Maar je kan er wel even wat ophangen. Even kijken hoe het staat, kijken hoe het valt. En dan hang ik nu een jurk op die ik al voor de wedstrijd gemaakt heb. En daarnaast staat er nog gewoon de strijkplank. Waar nu het een en ander nog aan de troepjes op ligt. Ik maak vooral eigenlijk jurkjes en rokken. En dat doe ik omdat ik hou heel erg van vintage en pin-up. Stijl. Ik draag heel veel kleding in die stijl. Echt een beetje jaren 40 tot 60 en vooral jaren 50 vind ik heel leuk. En wat ik daar zo leuk aan vind is, de stijl is heel erg complimenterend voor het vrouwelijk lichaam. Het laat heel erg mooie vormen zien. Het heeft hele interessante vormen. Het kan heel strak zijn, heel speels zijn. De patronen in de stof zijn vaak, je kan een hele strakke jurk maken met een effen stof. Of juist heel speels maken met een heel speels patroon. En dat vind ik altijd heel leuk om daarmee te spelen. Dus dat is ook wel een beetje wat jullie van mij gaan zien, hopelijk. Ik wil tijdens de wedstrijd echt mijn eigen stijl wel laten zien. Dus ik zou ook wel een aantal dingen maken die wel weer herkenbaar zijn voor mijn persoonlijke smaak. Maar ik denk dat elke kandidaat dat ook wel heeft. Ik heb nog nooit een naaiopleiding of een naaicursus gevolgd. Ik heb dus alleen van mijn oma een beetje de basis geleerd met de naaimachine en verder heel veel zelf geleerd. Ik heb boeken gelezen over naaien, patroonboeken waar er heel veel uitleg bij staat. En daar heb ik eigenlijk het meest van geleerd. Dus ik heb het allemaal een beetje zelf gedaan. En dat is de reden waarom ik me heb opgegeven. Ik wilde mezelf uitdagen. Ik vind mezelf nooit zo goed. Terwijl mijn vriend en mijn familie om me heen, die zegt dan weer tegen mij van, nou weet je kan dit echt wel. Weet je, je kan echt wel kleding maken. En ja, dat is de reden waarom ik me heb opgegeven. Gewoon kijken hoe ver ik kom. En dat ik ben uitgekozen vind ik echt heel gaaf. Ik had het zelf niet verwacht. En ik hoop dat ik aan het eind van deze wedstrijd mezelf er meer van overtuigd heb dat ik het echt kan. En dat ik echt kleding kan maken. Ik hoop dat ik jullie een beetje een beeld heb gegeven van wie ik ben en wat ik doe.
Mochten jullie vragen hebben, ik ben altijd vrij actief op Instagram. Ik deel daar vrij veel foto's, ook een beetje sneak peeks van de wedstrijd. Dus jullie kunnen me volgen, @violaxantin. En anders kunnen jullie ook nog altijd kijken op #knipster, waar ik mijn foto's van de wedstrijd mee tag. En ik kijk regelmatig op de Facebook van de knipmode. Dus mocht je vragen hebben, dingen die je wil zeggen, laat het me weten. En ik hoop dat het een leuke wedstrijd wordt. Ik heb er heel veel zin in. En ik hoop jullie ook. Doei!